Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Er trekken nog wat lage wolkenvelden over Nederland, maar de meeste van die wolken gaan geleidelijk aan verdwijnen, als laatste ook in het zuiden van het land. In de ochtend dus al veel zon in het noorden. De temperatuur loopt op naar 10 tot 13 graden. Er staat wel een stevige oostenwind. Vooral op de Wadden, daar kan het krachtig waaien met windkracht 6. Ook vanmiddag een stevige oostenwind met op steeds meer plaatsen de zon het blijft drogen, het wordt 16 tot lokaal 18 graden. En dan vanavond gaat de temperatuur natuurlijk snel omlaag, naar een graad of 10. We houden helder weer en we houden ook die oostenwind die flink blijft doorwaaien, met name langs de kust. In het binnenland is het wat rustiger. En dan morgen, een dag met volop zonneschijn en temperaturen van 14 of 15 graden. De wind neemt een fractie af, maar blijft nog altijd matig tot vrij krachtig waaien. Ja, goed, de zon vergoedt natuurlijk een hoop, toch deze wind is echt wel merkbaar. Een jas is zeker nodig. De donderdag, de vrijdag, de zaterdag. Er komt wat meer bewolking, maar verder verandert er weinig. Het blijft droog, temperaturen zo rond de 15 graden. En de wind draait langzaam wat meer naar het noordoosten. Neemt wel een fractie af, maar blijft in ieder geval wel matig waaien. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.